Bij Volvo zitten ze in een flow. Ga maar na, dit jaar kwam de XC40. Vorig jaar kwam de XC60. Er komt een nieuwe V60 aan. En na de duurtest met de V90 vonden wij het wel weer interessant om een duurtest te gaan doen met een van de nieuwe SUV's van Volvo. En zie hier een hele mooie XC60 T5 all-wheel drive. Alles erop en eraan. Nou, het is weer geen bescheiden uitvoering, zullen we maar zeggen. Maar toch zijn we op stap met een basismotor, want dat is de T5. En dan heb je al gelijk een 2 liter turbo met 250 pk. We hebben wel eens extra vierwielaandrijving en dat is eigenlijk wel prettig. Want ja, een SUV als deze met zoveel vermogen en dan voorwielaandrijving is toch minder. Ja, en dan die wielen. 22 inch. Ja, het is wel enorm groot. En dan dat platte rubber eromheen. Pirelli P0's. Ontzettend sportieve banden. Ontzettend veel kleefkracht. Hij ligt ook echt wel goed met zulke wielen, met zulke banden. En dan denk je misschien 22 inch, dat gaat heel erg ten koste van het comfort, maar dat valt echt reuze mee. Sterker nog, in die V90 duurtesten, misschien kun je hem nog wel herinneren, voelde je meer van 20 inch dan je in deze auto van 22 inch voelt. En dat is eigenlijk wel een meevaller. Ja, wat oog die dik, hè. Wie zei er ook alweer dat Duitse SUV's altijd zo protserig en dik waren? Ja, bij Volvo kunnen ze er tegenwoordig dus ook wat van. Ja, je kunt die auto zo gek aankleden als je wilt natuurlijk. Het is allemaal keuze. Je kan natuurlijk ook wat stijlvoller aankleden. Met wat normalere wielen en dan zal die nog comfortabeler zijn. De XC60 zit al aan de comfortabele kant van het SUV-spectrum hoor. We hebben de XC60 al meerdere keren in een test gehad. Bijvoorbeeld tegen de nieuwe X3, tegen Mercedes GLC, tegen een Audi Q5. Ja, en daar bleek telkens weer hoe goed die XC60 toch al is. Sterker nog, ik denk dat Volvo gewoon heel erg goed doorheeft hoe je een SUV moet maken. Want de SUV's van Volvo doen het in vergelijking met Tesla altijd nog beter dan bijvoorbeeld de S90 en de V90 dat tegen hun directe concurrenten doen. Ja, het is wel strategie bij Volvo hoor, om modellen vrij hoog in de markt te zetten. Zeker de intro editions, in het begin alleen met wat dikkere motoren. Deze T5 met 250 pk als instapper. Ik verwacht later nog wel een T4 met 190 pk, zoals je die als benzine instapper ook in de V90 S90 kan krijgen. Ja, T5 met 250 pk, in principe is het genoeg natuurlijk. Hij is gekoppeld aan zo'n achttrapsautomaat. Die automaat is soms wel een tikkeltje onrustig, zeker bij lage snelheden. En zeker bij wegrijden vanuit stilstand. Ik laat de rem nu los. Nou, dan trekt een klein beetje een schokje door de auto. De neus komt een beetje omhoog. Hij heeft luchtvering, die auto. Die is vrij soft in eerste instantie. Dat is wel iets wat opvalt, maar verder, als je wat relaxed aan het toeren bent, dan weet die automaat toch wel goed wat je wil hoor. Nou, je hebt natuurlijk verschillende rijstanden in deze auto, comfort en dynamic. In dynamic dan wordt de motor vrij hitsig, zou ik bijna willen zeggen. In comfort is hij wat relaxter. Vlot zat dus, wat ik al zei, zo'n 2 liter turbo met 250 pk. Maar je kunt het dus heel erg bond maken in zo'n XC60. Deze motor met compressor in de T6 bijvoorbeeld levert 320 pk. Nou, dan hebben we nog die T8's. En dat zijn de plug-in hybride aandrijfversies. Ja, dat is een T6 met al 320 pk, nog een elektromotor eraan gekoppeld. Dan ga je dus over de 400 pk. Ja, dat is allemaal een beetje too much. En ja, waarom zou je nog zo eentje nemen? Het bijtellingsvoordeel is ook al lang verdwenen. Nou ja, aan de andere kant kun je zeggen, door die efficiënte techniek is de CO2-uitstoot laag. En dan is die relatief aantrekkelijk geprijsd. Want vergeet niet, SUV's als deze, en dan praat ik over de Volvo XC60, maar ook de Audi Q5, de Mercedes GLC, de BMW X3. Dat zijn toch echt wel heel erg dure auto's aan het worden hoor. Neem deze, de T5. T5 all-wheel drive begint bij 62.415. Nou, dan ga je hem aankleden en ja, schrik niet, dan zit je dus zo aan 90.000 euro als je hem wilt rijden zoals wij hem nu hebben. En waar ik heel erg blij mee ben, zijn al die camera's die heel erg goed de omgeving van de auto in de gaten houden. Als je aan het manoeuvreren bent, als je aan het parkeren bent. Want je zal toch met deze wielen tegen een stoeprandje aankomen. Ja, dat wil je gewoon niet. Dus ja, ik hoop dat we die wielen zo mooi gaan houden in die duurtestperiode van een half jaar. Wat ga je met deze XC60 allemaal meemaken? Nou, we gaan er een etappe van de Volvo Ocean Race mee rijden. Dat gaat al heel snel gebeuren. Van Göteborg naar Scheveningen. Natuurlijk komt er weer voorbij een vergelijkende test. We gaan er een andere XC60 bij halen met een andere motor om eens goed de verschillen tussen die twee versies te kunnen aanduiden. Waarschijnlijk gaan we even wachten op de T4. Als die net op tijd is, dan kunnen we dat mooi doen. 190 pk of 250 pk.
En ja, verder ga je zo'n duur Tesla natuurlijk heel veel voorbij zien komen in reportages en in updates. We rijden in ieder geval weer knap bij de komende 6 maanden.